de ovulatietest. Zo voelde het eigenlijk voor mij. Ja, dat ik dus toen zwanger was en dat het mislukt is. Wow. Oké. Het is avond en het gaat op zich wel goed. Ik kan het soms niet laten vandaag gewoon een beetje over praktische dingen na te denken. Van nou ja, als ik dan inderdaad zwanger ben en het gaat goed, wanneer gaan we het dan aan wie vertellen? Net ook eventjes gekeken wanneer ik uitgerekend zou zijn. Dat zou dan 22 mei zijn, wat ik echt... Ja... echt super leuk vind. Mei vind ik echt een leuke maand. Maar het is wel in de tentamenperiode van Joren. Want Joren is begonnen met een nieuwe studie. Dus dat is dan weer niet zo handig. Maar goed, nou ja, het is wel een beetje praktisch. Maar ik ben verder niet... Ja, ik heb wel nu vandaag een paar keer gehad dat ik dan even nadenk en dat echt ik een beetje vol zit en denk... Oh, misschien ben ik weer zwanger. Maar ik heb verder... Ben ik er nog niet heel erg emotioneel aan gehecht. Omdat ik wel bang ben... Dat het toch nog niet doorgaat. Dus meer soms aan praktische dingen denken. Maar nog niet helemaal emotioneel gehecht. En ik heb nu dus ook weer een heel klein beetje bloedverlies zelf. Dat wat ik gisteravond had. En als je daar dan een beetje, weet je. Ik weet op zich ook wel dat het echt niet meteen reden is om je zorg te maken. Want dat komt gewoon echt best regelmatig voor. En dat het gewoon niks hoeft te betekenen. En het is ook precies hetzelfde als gisteravond. Toen was het ook niet bij menstruatie, want anders was het al doorgezet. Maar ik ging toch ook even voor de zekerheid weer even opzoeken van of het nou nog een van de innesteling kon zijn. Innestelingsbloeding. Dat komt dan meestal een paar dagen na de innesteling. En dan zou het ook wel logisch zijn dat ik nu echt nog niet een positieve test heb, maar dat het een streepje ver weg is. En daar, het klinkt wel heel erg alsof het dat is. En dat blijft, houdt ook maar 2 dagen aan. Maar ik heb vandaag de hele dag niks gehad en dan nu weer een klein beetje. Dus dan zou je denken, nou morgen wel klaar is. Nou, maak me er niet heel veel zorgen om. Maar het is toch ook weer niet heel fijn ofzo. Ik heb nieuwe zwangerschapstesten besteld. Ik hoop heel erg dat ze morgen verzonden worden. Dan zijn ze er dinsdag en dan kan ik woensdag pas weer een test doen. Dus dat is wel nog best lang. Het is nog 2 ochtenden... Dat ik wel mijn temperatuur ga meten. Omdat ik dat toch nu... Als ik echt zeker weet, ik ben zwanger en ik heb een hele duidelijke test. Dan stop ik met temperatuur meten. Maar ik wil daar nu toch nog even mee doorgaan. Ja, dus even 2 ochtenden niks kunnen doen. En een beetje in onzekerheid. Maar goed, ik heb morgen een super drukke dag met werk en ouderavond. En dinsdag heb ik ook de hele dag werk en dansles. Dus ik denk, nou ja, ik overleef het wel. Maar ik hoop dan wel echt dat ze dinsdag komen. En niet dat ik pas donderdag kan testen. Aan de andere kant, als ik dan... inderdaad zwanger ben, dan is het wel waarschijnlijk echt wel een duidelijke test. En dat is dan ook wel weer heel fijn. Het is blijft nog even spannend. Maar ik heb er ergens ook wel weer goed gevoel over, maar ook weer niet. Ik heb ook weer niet het gevoel dat ik mega veel hoop heb en dat als ik morgen ongesteld word, dat het mijn wereld instort. Dus ja, het kan nog. Ik denk dat ik het ook wel aan zou kunnen als het nu toch niet doorgaat. Wat ik toch eigenlijk gisteren al wat verdriet heb gehad. Omdat ik gisteren dus dacht dat ik ongesteld was geworden. Nou ja. Ja, we gaan het zien. Hallo? Hallo. Joren. Ik wil eigenlijk vandaag nog testen. Vandaag nog? Wil je dat ook? Dat kan. Oeh. Ja, vind je dat goed of vind je dat niet? Want ik dacht morgenochtend hebben we ook niet zo heel veel tijd voor elkaar. En, dat is goed, maar ik heb vandaag ook niet zo heel veel tijd. Gedaan. Nee, dus misschien dan na jouw werk. Ja, maar daar heb ik ook niet zoveel tijd. Gedaan. Oh, is het dan een slecht plan? Nou ja, je mag het wel doen van mij. Het duurt vast niet heel lang, toch? Nou ja, ik bedoel, het kost allemaal niet zoveel tijd. Maar het is meer dat we dan misschien heel goed nieuws hebben. Ja, precies. Nou, ik ga er wel over nadenken. Kom je mee, Pip? Gaan we wandelen? Het is woensdag, dus het is 3 dagen na de vorige test. En ik heb zondag toen meteen testen besteld. En maandag een mailtje gekregen dat ze zijn verzonden. Dus ik dacht, nou, dan komen ze dinsdag, kunnen we woensdag testen. Maar ze zijn gisteren niet aangekomen. Ze zijn er vandaag pas. Dus toen dacht ik, nou, ga ik donderdagochtend testen. Maar ik wil eigenlijk nu testen. Nou, ik ben dus nog steeds niet ongesteld. Mijn temperatuur is ook nog steeds hoog. Is niet gedaald. Dus eigenlijk, ja, ziet het er wel heel goed uit. En denk ik eigenlijk echt wel dat ik zwanger ben. Maar ja, zo'n test geeft toch wel extra zekerheid.
En het is natuurlijk wel, het was niet helemaal duidelijk wanneer mijn not was. Dus wanneer ik ongesteld moest worden. Want de ene app zei zondag en de andere app zei maandag. Maar ja, ja, het is nu gewoon al woensdag. Plus, dat is zondag natuurlijk wel die hele lichte streep. Dus ik heb er toch wel vertrouwen in. Verder niet echt kwaaltjes of zo. Behalve dat ik maandag echt extreem moe was. Ik kwam thuis van werk en ik moest gewoon meteen huilen gewoon van vermoeidheid. Maar goed, het hoeft niet daarmee te maken te hebben, maar het kan het wel. Ja, het is super spannend. Maar ja, ik wil eigenlijk het gewoon nu weten. Ook omdat ik morgenochtend, ja, moet ik toch meteen daarna een beetje opschieten voor werk. Dus dat is toch minder fijn. Maar ja, een zwangerschapstest moet natuurlijk eigenlijk wel 's ochtends. Omdat dan je HCG gewoon... dan zit er gewoon het meeste HCG in je urine. Dus dan is dat, geeft dat een duidelijker beeld. Maar ik denk, ja, als ik zondag al zo'n lichte streep heb, verwacht ik nu eigenlijk ook overdag wel een streep. Vandaar een tweede streep. Ja, het is super spannend, maar we gaan het zo gewoon doen. Ik heb net wel echt heel veel thee nog gedronken op werk. Dus dan is het eigenlijk ook moeilijker te meten. Dus, maar goed, weet je. En misschien dat ik het alsnog dan morgenochtend nog even doe om het goed te kunnen vergelijken met die van zondag. Omdat dat dan de van de ochtend is. Maar dan hebben we in ieder geval wel al nu een soort van iets meer zekerheid. En ja, het is echt heel spannend en heel onverwachts. Omdat ik zaterdag, ja, echt thuis kwam. En ik had dus, ik was op stap met mijn collega en vriendin Wietske. En vlak voor ze naar huis gingen, ging naar de wc. Zag ik dus dat ik bloedverlies had. En echt, nou ja, het was zo verdrietig. Ik zat er helemaal doorheen. Ik was echt, ik moest echt nog even blij doen zolang ik bij Wietske was. Maar toen ik thuis was, echt, ja, ik was meteen, Joren zei echt, het is een donderwolk die thuis kwam. Ja, ik was gewoon allemaal hoop kwijt. Dus het is zo fijn dat het gewoon toch nu wel hoopvol lijkt te zijn. Dat het gewoon echt een innestelingsbedoeling was. Dus, nou, we gaan zo de test doen. Het is heel spannend. Maar we gaan het zien. Ja, ik kan me nog zo goed herinneren. Die spanning elke ochtend. Want, nou, we hadden een hele voorzichtige positieve zwangerschapstest gehad. En elke ochtend was het dus zo belangrijk dat mijn temperatuur nog hoog was. En ik weet ook nog zo goed dat jij elke ochtend, want ik ging dan om 6:30 mijn temperatuur meten. Nou, normaal slaap je daar doorheen. Dat je elke ochtend vroeg, en dat ik zei, hij is nog hoog. En dat jij zei, oh, gelukkig. Hmm. Maar het was zo spannend elke ochtend weer. Want als hij dan opeens gedaald was, dan wisten we, het is voorbij. Ik ben ongesteld, ik ben niet zwanger. Dus ja, dat was echt zo spannend. En elke keer zo'n opluchting toen hij hoog nog was. Ja. Ja, dat was wel elke keer een bijzonder momentje in de ochtend. Oké. Ik wilde trouwens ook nog even rectificatie van net, want ik zei dat ik geen kwaaltjes heb, maar ik heb soms wel steekjes in mijn buik, hoor. Oké, dus misschien is hij niet zo heel duidelijk of zo, maar dan kan het ook zijn dat het niet 's ochtends is. En als er geen tweede lijn is, dan ben ik niet zwanger, maar dan ben je ook niet ongesteld. Dus dat is een beetje raar. Ben je er klaar voor? Oké. Oeh. Nee, dat is niet goed. Nee. Nee, er is bijna niks te zien. Oh, dat is niet wat ik nu had verwacht te zien. Ja, ik zie wel heel ver weg iets, heb ik het idee, maar... Ja, dat was eerst ook. Ja, ja. Nee, oh, dit was niet slim. Dat hadden we niet moeten doen. Dus nou moet ik morgenochtend alsnog even testen. Want nu weet ik niet of het ligt aan dat ik echt een uur van tevoren heel veel thee had gedronken. En dat het dag is. Of dat het dus alweer mis aan het gaan is. Nou, dit is een beetje een anticlimax. Oké. Okay. Nou, dan... Helaas. Moeten we morgenochtend maar weer even kijken. Ik heb al eerder gezegd dat je een zwangerschapstest het beste 's ochtends kan doen. En dat heeft eigenlijk met verschillende dingen te maken. 'S ochtends is het zwangerschapshormoon HCG gewoon het hoogst. Maar wat je 's ochtends ook vaak hebt, is dat je al een hele tijd niet geplast hebt en al een hele tijd niet gedronken. En die dingen zorgen er gewoon voor dat je urine veel geconcentreerder is en dat er veel beter gemeten kan worden op HCG. Als je wat langer zwanger bent, dan kun je natuurlijk ook best op een gegeven moment 's middags gaan meten. Vooral wat het hormoon HCG betreft, omdat HCG
elke 2 dagen verdubbeld. Dus op een gegeven moment zit er gewoon zoveel HCG in je lijf dat dat best wel makkelijk te meten is. Waar je wel dus altijd mee uit moet kijken is dat je niet van tevoren ook al een paar keer heel vaak naar de wc bent geweest. En dat je ook niet van tevoren heel veel drinkt. Dit zorgt er namelijk gewoon voor dat je urine gewoon echt niet geconcentreerd is. En ook al ben je dan al wat langer zwanger, dan is het gewoon heel moeilijk te meten. Dus ik was er zelf een beetje laks in en dat kan heel veel verwarring veroorzaken. Dus ik wil je echt aanraden, als je niet 's ochtends meet, maar 's middags, dat is prima. Maar hou er echt rekening mee dat je dan echt minstens 1 uur, maar ik denk eigenlijk wel langer, gewoon niet veel hebt gedronken. En ook niet veel al naar de wc bent geweest. Want dat maakt het meten gewoon een stuk moeilijker. Oké, ik baal echt zo erg dat ik niet gewoon gewacht heb. Het is nu alleen nog maar, ja, het heeft echt voor verwarring gezorgd. En ik ben juist normaal gesproken heel erg van het, van het zoveel mogelijk vermijden van testen op momenten dat het verwarring kan veroorzaken. Dus ja, ik dacht gewoon echt van mijn gevoel, dacht, ja, het zal zo ver over mijn not heen waarschijnlijk, dat het echt sowieso toch wel duidelijk gaat zijn. En ja, nu twijfel ik zo erg of ik überhaupt zwanger ben. Ik vind dat wel heel moeilijk, want het voelde gewoon, ja, het voelt ergens toch nog steeds wel zo. Het voelt gewoon goed, maar nu ben ik wel heel bang dat het dus niet zo is. Ik heb echt, ja, echt wel een beetje buikpijn. Ik noemde dat net steekjes, maar ze zijn nu wel erger geworden. En ja, ik word er een beetje zenuwachtig van. Alhoewel, ik heb al een keer een miskraam gehad. En ik weet hoe die buikpijn voelt. En dat is echt anders dan nu. Maar ik heb ook al een keer eerder buikpijn gehad tijdens mijn zwangerschap. En die was ook anders. Dus ja, ik heb nu gewoon weer een ander soort pijn. Dus ik weet het niet zo goed. Maar goed, als zaterdagavond een innestelingsbloeding was. Ja, dan was mijn innesteling gewoon wel aan de late kant. Even kijken. Ja, ik denk dat dan echt de innesteling op dag 9 was of zo. En dat is wel echt... Dat is al laat en het is nu dag 14, 15. Ja, het is nu dag 15. Dus dan is het nog eigenlijk best wel vroeg. 6 dagen later. Ja, dan is het echt nog best wel vroeg eigenlijk. Maar ja, waarom had ik dan zondag gewoon een hele lichte streep? Ja, ik weet het allemaal niet. En ik ben nu heel eerlijk gezegd ook een beetje bang. Ik heb heel erg gelet op niet te veel stress hebben. Deze ronde niet per se stress om het zwanger worden, maar überhaupt stress. Omdat ik in de vorige 2 rondes extreme stress heb gehad. En toch een beetje het gevoel heb dat dat niet geholpen heeft, in ieder geval. Maar ik heb dus maandag en vandaag echt best wel zware dagen gehad. En hele zware lessen gehad. Waarin ik echt heel erg gefrustreerd was, omdat leerlingen niet luisterden. Het waren gewoon geen fijne lessen. En ik ben nu ook een beetje bang als het misgaat, dat ik toch een beetje ga denken, misschien komt het wel daardoor. En dat ik dan in mijn hoofd toch een beetje die leerlingen ga associëren met dat ik nu niet zwanger ben door hen. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. En weet je, kinderen zijn ook gewoon kinderen. Het is ook logisch, school is stom, ik snap het allemaal wel. Maar, oh, zoveel spijt. Echt mensen, test niet te vroeg. Test niet vroeg. 'S avonds. Weet je, ik had zo'n groot kop thee op 1 uur voordat ik ging testen. Zo dom dat ik ging testen. Mijn urine was ook zo niet geconcentreerd. Het leek gewoon op water. Het had gewoon geen kleur. Daar moet je gewoon niet mee testen. Ja, het is echt best wel dom. En nu ben ik heel bang voor morgen. En misschien is het nergens voor nodig. Want misschien is het gewoon nog vroeg. En als er morgen niet een hele duidelijke streep is, dat die nog duidelijker wordt. Maar ik ben ook gewoon bang dat ik misschien even zwanger was. En dat het daarna toch mis is gegaan. Dus dat. Maar goed. Over 12 uur heb ik getest en weet ik meer. Oké. Nou, de temperatuur was nog hoog. Sterker nog, ja, hij is echt al dagen precies te zetten. Normaal fluctueer ik heel erg. En nu is ik al dagen hetzelfde. Maar ja, het is verder niet zo boeiend, maar dat is wel zo. Het is tijd om op die test te kijken. Ik ben wel heel erg aan het visualiseren dat die leeg is. En dan denk ik wel, waarom is de temperatuur dan nog zo hoog en waarom ben ik nog niet ongesteld? Vind je het spannend? Ja. Ik ben al sinds 6 uur wakker. Heel spannend. Ik kom niet meer slapen.
Goedemorgen. Je moet wel goed in beeld zijn. Hè? Oh, sorry. Ben ik goed in beeld? Ja. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Ja. Dat is wel een streepje. Het is echt een T-streep. Alleen hij is nog niet zo heel dik, maar hij is een stuk duidelijker dan eerst. Hij is echt een stuk duidelijker dan eerst. En ik denk dat het ook dus wel... Dus dan is het gewoon heel vroeg. Ja, en het was zondag. En nu is het 4 dagen later. En hij verdubbelt per 2 dagen. Dus we moeten eigenlijk dit weekend nog een keer doen. Ja. En kijken of hij dan... Ja. Want het is nog wel heel pril. Ja, en hij... Ja, ik weet niet of hij niet misschien al... iets harder op moeten oplopen. Dus misschien zegt het wel iets dat het niet zo snel oploopt. Maar goed, het is wel voor nu een duidelijke streep. Maar het is nog een beetje spannend. Ik denk dat ik nog meer zwangerschapstesten ga bestellen, want we hebben er nu nog maar 1. Oké, ik ga het even laten zien. Hij is wel heel duidelijk. Maar ik weet niet of hij nu wel duidelijker had moeten zijn. Tweede streepje. Ja, misschien over 2 dagen nog een keer testen of zo, of misschien 3 dagen. En dan kijken wat hij laat zien. Het blijft nog even spannend, nog steeds elke ochtend spannend met temperatuur gemeten en zo. Goed. So far, so good. Oké, we zijn een dag verder. Het is vrijdagavond. Ik had op het forum waar ik veel met mensen praat, 24 baby... foto laten zien van mijn test van donderdag, van gisteren dus. En ja, wel een beetje geuit van ja, ik maak me best wel zorgen. Want ik heb het gevoel dat ze gewoon niet oplopen zoals ze moeten oplopen. Dat. En toen reageerde iemand met... ze zei van ja, ik heb van Sensitest, het merk waar ik de zwangerschapstest van heb, ook nog nooit echt zo'n knaltest gehad. Ook al was ik wel zwanger. Toen dacht ik, ja maar dat... kan niet, want de vorige keer dat ik zwanger was, hadden we wel een knaltest. En dat was hetzelfde merk. Ik had dat in mijn hoofd. En toen na een tijdje dacht ik, laat ik even die test gaan bekijken. En toen heb ik de foto van toen ik zwanger was in maart, van mijn test in maart, vergeleken met de test van gisteren. En nou, ik zal het even in beeld laten zien. Het verschil is echt heel klein. Dus in mijn hoofd hadden we toen in maart echt een... knaller, een hele dikke tweede streep. Maar dat was waarschijnlijk omdat wij toen ervan overtuigd waren dat ik niet zwanger was. Dus we draaiden het om en ik ging er echt vanuit, we gaan 1 streep zien. En dan is die opeens heel duidelijk. Maar nu ging ik in ieder geval uit van een best wel duidelijke streep. En dan is die niet zo duidelijk. Dus het is allemaal perceptie. Maar ik zei tegen Joren, ja, dit is gewoon, het lijkt erop de test... Waarbij we de vorige keer gewoon de vlag uit hebben gehangen. Toen was ik gewoon zwanger. Alhoewel we toen ook nog wat twijfelden. En toen hadden we pas echt een beetje zekerheid toen we de clear blue test hadden genomen. Met letters en hoe lang je zwanger bent. Dus toen dacht ik gisteren, die ga ik zaterdag doen. Dus die ga ik morgen doen. Ik ga niet wachten tot zondag, dat duurt me echt te lang. Maar ik dacht, die test ga ik kopen. Die test doe ik zaterdag. En dan is het gewoon, als daar zwanger staat, 2-3 weken, weten we ook dat mijn HCG gewoon normaal oploopt. Als het nou 1-2 weken is, dan heb ik dus niet het HCG dat je hoort te hebben bij 2-3 weken. Dus dat is dan een ander verhaal. Maar als het gewoon zwanger 2-3 weken is, dan is er gewoon niks aan de hand. En vanochtend was mijn temperatuur nog steeds hoog, weer hetzelfde. Ik ben nog steeds niet ongesteld. Dus ja, het lijkt er gewoon op dat het gelukt is. Dat ik zwanger ben. Ja, vandaag is gelukkig voorbij gevlogen. Nou, ik moet nog even deze avond overleven. Joren is er niet. Dan duurt de avond wel vaak wat langer. Maar ik ben ook vast wel heel moe straks. Dus ga ik gewoon lekker slapen. En als ik morgen wakker word, dan doen we de clear blue test. En dan kan misschien wel de vlag uit. Ja, dan gaan we gewoon voor poging 2. Zo spannend. Zo leuk. Nou, jullie zien het morgen wel. Nou, er zijn natuurlijk heel veel apps waarbij je je kan aanmelden als je zwanger bent of zwanger wilt worden. Ik zit zelf bij de 24 Baby app. Dat vind ik zelf een hele duidelijke app. En daar heb ik me bij aangemeld toen ik zwanger was. En wat ik toen niet wist is dat er dus ook een forum bij komt kijken. En dat forum is toch best wel handig, vind ik zelf. Het kan ook best wel veel
stress veroorzaken, omdat er veel mensen zijn die zich zorgen maken, vooral als je bijvoorbeeld net zwanger bent. Maar het kan ook heel veel duidelijkheid geven, omdat je heel veel vragen kan stellen. Er zijn heel veel mensen met veel ervaring, die veel kennis hebben, die jouw vragen kunnen beantwoorden. En dat is gewoon heel fijn. En daardoor heb ik eigenlijk ook heel veel informatie over bepaalde dingen. Soms heb je misschien ook niet per se dat er echt informatie is over bepaalde dingen, maar dat je iets gewoon... Dat mensen erover vertellen en dan weet je dus dat het een mogelijkheid is. Dan heb je verder helemaal geen wetenschappelijk bewijs, maar behalve een persoon die zegt, ja, ik heb dit nu gehad, dus dan weet je dat het mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is, ik had natuurlijk verteld dat ik mijn eerste cyclus na mijn miskraam heb ik ovulatiebloeding gehad. En ik vond dat zelf heel vreemd, dat ik het nog nooit eerder had gehad en ik heb het daarna ook niet meer gehad. En wat ik dus heb gemerkt is dat er een aantal vrouwen zijn op het 24B-forum die hun eerste cyclus na de miskraam dit ook hebben gehad. Dus ik heb daar verder helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor en ik heb het ook niet op internet gevonden. Maar mijn aanname is dan dat de kans gewoon aanwezig is, dat de kans groter wordt dat je dat hebt als je een miskraam hebt gehad. Gewoon omdat ik weet dat ik het heb gehad en een aantal andere vrouwen die in dezelfde situatie zitten dat ook hebben gehad. En zo, ja, kun je gewoon eigenlijk veel ervaringen van mensen lezen en dat geeft je toch wel veel informatie. En het heeft mij in heel veel gevallen heel veel geholpen. Maar je moet natuurlijk wel mee oppassen dat je er niet helemaal in onderdompelt. Vooral omdat er ook heel veel verdrietige verhalen zijn van vrouwen die heel veel miskraam hebben gehad. En dat kan je wel ook een beetje pessimistisch maken. En dat is natuurlijk helemaal niet altijd nodig. Maar ik denk wel dat je zo'n forum zeker kan gebruiken als bron van informatie. En ook natuurlijk als steun, omdat veel vrouwen weten wat je doormaakt. Het moment van de waarheid is daar. Nou, spannend. De temperatuur is nog hoog en ik ben niet ongesteld. Dus het lijkt erop alsof er maar één ding kan staan, maar je weet het nooit. Je weet het nooit, Tanja, je weet het nooit! En als er 1 tot 2 weken staat, dan loopt inderdaad mijn HCG niet goed op. Oké, ben je klaar? Dus 1 tot 2 weken is ook niet goed? Nou, nee, dan gaat het waarschijnlijk mis. Het is echt zo! 2 tot 3 weken! Het is gewoon echt zo! Het is gelukt! Dat hebben we net gedaan! Dus dat is goed toch? 2 tot 3 ja. weken? Dit is wat het is. Dit klopt. Ah, gelukkig. Oh, het was echt zo'n niet fijn begin hiervan, want we zo lang dachten dat het niet klopte, terwijl het gewoon klopte. Even. Met onszelf gewoon helemaal aangepraat. Nou, ik vooral, waarschijnlijk. Stil een scherm. Ja, zie je dat? Het is gelukt! Het is echt zo. Oké. En wil je het dan wel gaan vertellen aan de mensen? Yo, vanavond toch aan je ouders? Ja, ja toch? Ja, ik zou dat wel... Ja, maar het zijn jouw ouders, dus jij moet het natuurlijk zeggen. Ja, natuurlijk, nee. En nee, ik bedoel, jij moet het ook bepalen of we dat vanavond gaan zeggen. Hmm. Maar het leek mij wel. Ja, want anders, ja, we zien ze anders pas bij de verhuizing. Ja, precies. En dan zijn er ook andere mensen bij die we het ook willen vertellen, maar zij moeten het wel eerder weten, vind ik. Het is echt zo. Oh, het is echt een beetje onwerkelijk, geloof ik. Het staat er gewoon hoor, het is echt zo. Ik moet mijn pip lopen. Ik ga hier zo nog even een fotoshoot mee houden. Heel goed. Ik hoef niet weer dezelfde foto's van het ding op mijn buik, want die heb ik nog van de vorige keer. Het was precies hetzelfde, mijn buik is niet veel veranderd. Behalve dat die dik is.